Nu is de tijd. Wat voor tijd? Nou, een verwarrende tijd. Een tijdje terug zag ik een tv-programma, straatinterviews, mensen in een winkelstraat, kregen een microfoon onder hun neus geduwd. Vindt u van deze tijd? Verwarrend, zeiden ze allemaal. Verwarrend, een verwarrende tijd. We hebben weer een persconferentie achter de rug. We hebben leven van persconferentie naar persconferentie. En het is verwarrend. Wat gaan we doen? Ook voor deze dag natuurlijk, spannend. Hè? Wat gaan we doen? Wat kan? Wat mag? Als je toch 2 jaar geleden had bedacht dat je op zo met elkaar over dingen zou praten. Dat is toch ongelooflijk. Wat voor tijd leven we? We leven in een verwarrende tijd. En de vraag is, wat doen wij dan als gelovigen? Hoe gaan wij nu met deze tijd om als christenen? Wat wil God dat we doen in deze tijd? Nu is de tijd. Dat klonk ook voor koningin Esther. Ik wil het met jullie hebben over Esther. Esther uit het Oude Testament. Esther leefde in Babylonische ballingschap. Het volk Israël was overlopen door de Babylonische legers. Groot deel was meegenomen naar Babel en naar het Babylonische Rijk. En daar leefden ze na verloop van tijd een redelijk rustig leventje. Beetje zoals wij dat ook gewend waren. En Esther, de koning, Ahasveros, die is echt een vorst uit die tijd. Die heeft een harem. En die zoekt regelmatig nieuwe vrouwen. En stuurt zijn dienaren erop uit. U kent de geschiedenis. En Esther wordt uitgekozen, het Joodse meisje Esther wordt uitgekozen als een van de leden van het harem. Wordt helemaal klaargemaakt, opgeleid om de koning te behagen. Ze wordt uiteindelijk zelfs zijn favoriete vrouw. Zij mag het vaakst naar zijn slaapkamer. Maar dan gebeurt het. In een tijd waarin het Joodse volk zich redelijk had gesetteld in die Babylonische samenleving. Je zou kunnen zeggen, ze leefden, om maar even met Petrus te zeggen, als vreemdelingen en bijwoners in dat land. Je hoort er niet echt bij, maar het gaat wel. Zoals wij ook in Nederland leven. Vreemdelingen en bijwoners, we leven ons leventje, we doen mee, van alles en nog wat. We hebben ons bestaan, maar we horen er niet echt bij. Maar zolang dat rustig voortkabbelt, is het allemaal nog prima te doen. Zo ging het ook met het Joodse volk in Babylonië. Zolang het allemaal voortkabbelt, is het prima te doen. En Esther neemt haar plaats in het harem en heeft een mooie, althans mooi, ik ben toch gewoon een slavin, hè, maar heeft daar een goede positie verworven. En dan slaat ook daar opeens het noodlot toe. Niet een pandemie, nee, veel heftiger, veel erger. Haman. Haman, een Babyloniër die een afschuwelijke hekel heeft, zoals dat op de dag van vandaag gebeurt, we horen het om ons heen, aan het volk Israël. En Haman die weet de koning in een dronken bui zo ver te krijgen dat de koning een wet van meden en persen uitvaardigt. Dus niet terug te roepen, niet te herroepen. Een wet waarin staat dat alle Joden gedood moeten worden. 1 grote Shoah. En Mordechai en het Joodse volk hoort dat natuurlijk, helemaal in paniek. Wat moeten we doen? Dus opeens staat hun leven volledig op zijn kop. En nog wel ietsje meer dan ons leven, dat begrijpt u. Hun leven staat volledig op zijn kop. En dan komt dus de vraag, wat moeten we doen? En dan komt Mordechai, de oom, een belangrijke man ook aan het hof. Dan komt Mordechai, de oom van Esther, komt naar haar toe. Via een bode laat hij allerlei boodschappen overbrengen aan Esther. En hij zegt tegen Esther, nu
is de tijd. Nu moet je iets gaan doen. Nu moet je opstaan. Nu moet je gaan reageren. Nu moet je spreken. Nu kan je niet blijven zwijgen. Doe iets, Esther. Doe iets. Maar logisch, Esther is doodsbang. Want als je de koning in die tijd benaderde zonder dat je uitgenodigd was, als je zelf op zijn deur klopte, als je zelf om audiëntie ging vragen, dan was het maar de vraag in wat voor bui die was. Deed die zo, dan was je dood. Deed die zo, dan mocht je blijven leven en kreeg je toegang tot de koning. Dus Esther weet niet waar ze het zoeken moet. Doodsbang. Ja, zegt ze dan, maar dat ga ik niet doen. Dat ga ik niet doen. Want dat wordt mijn dood. En dan komt Mordechai en die gaat spreken. En ik lees met jullie uit Esther 4. Lees maar mee. Esther 4, vers 14. Daar zegt Mordechai dit. Als jij nu je mond niet open doet, nu het moment daar is, komt er van een andere kant wel uitkomst en redding voor de Joden. Maar jij en je vaders familie komen dan om. Wie weet ben je juist voor deze tijd, ben je juist koningin geworden met het oog op een tijd als deze, dat laatste. Wie weet ben je juist koningin geworden met het oog op een tijd als deze. Esther, zegt hij, nu is de tijd. Nu moet je gaan reageren. Zwijg niet langer. Maar in Gods naam spreek. Doe iets. Doe iets. Nu is de tijd. Broeders en zusters, dat besef van urgentie, van er moet iets gebeuren, kom ik ook iedere keer weer tegen als ik op reis ben en bezoek breng aan de vervolgde kerk. Ik heb het voorrecht dat ik heel veel heb mogen reizen, heel veel pastors heb mogen opleiden in de vervolgde kerk, heel veel van die mannen en vrouwen heb gesproken. En als er iets is wat mij is opgevallen in de vervolgde kerk, dan is dat dat gevoel van urgentie. Er moet nu echt iets gebeuren. Er moet nu gesproken worden. En reken maar dat zij ook in een verwarrende tijd zitten. Als ik zou vragen aan een broer of zus in de vervolgde kerk vandaag, hoe beleef jij deze tijd? Dan zouden zij ook zeggen, een verwarrende tijd. Want ook voor hen slaat het onheil toe. Ja, pandemie, ook daar in die landen. Maar ze hebben het altijd al. Altijd al is er onheil. Altijd al proberen mensen hen naar het leven te staan. Want als jij christen bent en je hebt een Bijbel en je woont in Bhutan, en de Bijbel wordt ontdekt, ga jij de gevangenis in. Als jij een gelovige bent en je woont in Pakistan en je praat per ongeluk een keertje met een klasgenoot over Jezus, of je hebt het een keer met de buren over Jezus Christus, dan zeggen ze, hé, je bent aan het evangeliseren. Ga je de gevangenis in, want het is bij wet verboden. Maar weet je wat nog het allergevaarlijkste is voor christenen, wat het meest verwarrende is voor onze broers en zussen? Dat je geen enkel recht hebt als iemand jou ergens van beschuldigt, heeft de profeet beledigd, of ze heeft Koransnippers weggegooid, dat soort dingen, gebeurt heel vaak. Dan heb jij geen enkel recht. Je bent vogelvrij. De rechter komt eraan te pas, wordt gepakt. De rechter komt eraan te pas. Mensen hoeven niet eens een bewijs te leveren. En de overheid kijkt weg. Die doet niets. Als er mensen bij jou aan de deur staan en je het huis uitsleuren, omdat jij het dorp beledigt als christen, of omdat jij van school gestuurd wordt, omdat je een christelijk kind bent, een christelijke vader en moeder, ik zie veel kinderen zitten hier ook, hè. Als jij op de basisschool zit in Pakistan, en het is heel warm, dit hebben kinderen uit Pakistan mij zelf verteld, en het is heel warm, en er is een kraantje in de klas waar je uit water kan drinken,
en jij bent een christen, mag jij niet uit het krantje van de klas drinken. Want dan maak jij het vies. Want christenen zijn vies. Onrein. Dat gebeurt er als je christen bent in de vervolgde kerk. Dat is wat onze broers en zussen meemaken. Nu is de tijd, wat voor tijd, verwarrend, angstig. Want de overheid die doet niets, die is er even niet. En je bent overgeleverd aan de willekeur van mensen om je heen. En wat doen onze vervolgde broers en zussen dan? Want daarom zitten we nu vanmiddag hier bij elkaar. Wat doen zij, wat leren we van hen? Dit. Zij gaan om met dreiging en verwarring in het besef, en het raakt me altijd weer als ze dat vertellen, wij leven hier niet voor niets. Ik woon niet voor niets in Pakistan, zeggen ze. Ik woon niet voor niets in Irak, gaan we vandaag horen. Ik woon niet voor niets in het Midden-Oosten, zullen we vandaag gaan merken. Ik woon hier niet voor niets. Ik geloof dat als God mijn leven leidt, dat hoor ik van onze vervolgde broers en zussen, dat ik dan niet voor niets hier ben. En dat ik ook niet voor niets in deze tijd hier ben. Nu is de tijd. En is het niet voor een tijd als deze? Zou Mordechai zeggen. Dat we hier wonen, dat we hier leven, dat we dit meemaken. Een pandemie, wij hier met elkaar en de verwarring daaromheen. Maar ook de vervolging in de landen van onze broers en zussen en de verwarring daaromheen. Nu is de tijd. En waarom? Waarom? Om te protesteren tegen de overheid, tegen de maatregelen. Is dat wat ze doen? Nee. Weet je wat ze doen? Ze bidden. Dat is het eerste. Ze doen drie dingen, wil ik met jullie delen. Ze bidden voor hun land en voor hun overheid. De overheid die het hen moeilijk maakt. Het land wat het hen zo zwaar maakt. De buren, de mensen in hun dorp of hun stad die het hen bijna onmogelijk maken het leven. Weet je wat ze doen? Elke keer als ik daar kom en we hebben een gebedstijd met elkaar, vragen ze, Pastor Ron, pray for our country, pray for our government. En dan zit ik te bidden. En dan denk ik, oh Heer, dan schaam ik me. Want wanneer heb ik voor het laatst hartstochtelijk gebeden voor Mark Rutte? En zij bidden hartstochtelijk voor degenen die hen vervolgen. En het tweede wat ze doen is ze zegenen. Ze zegenen, ze proberen goed te doen. Ze spreken goede woorden uit. Ja, ze hebben het heel zwaar. En ja, ze worden heel onrechtvaardig behandeld. En ja, ze zijn vaak in de war. Maar ze gaan niet protesteren en ze gaan niet in een hoekje zitten kniezen, maar ze zeggen, wij willen goed doen voor ons land. We willen ons land zegenen. We willen het laten bloeien in de naam van Jezus. Weet je wat zij hebben begrepen? Wat Paulus zegt, overwin het kwade door het goede te doen. Niet door mee te mopperen of mee te schelden, maar door het goede te doen. Gij geheel anders. Want gij hebt Christus leren kennen. Als Hij voor mij, dan mag ik voor dit land en voor de regering. En ze bidden hartstochtelijk en ze zegenen. Ze zegenen de mensen om hen heen in woord en daad. En weet je wat ze ook doen? Het derde. Getuigen. Getuigen. Hoe? Gaan ze op een zeepkist staan? Nee, nee. Weet je hoe ze dat doen? Tip. Tip. Iedere dag als ze naar school gaan, bidt een kind, Heer, wilt u mij helpen om iets van u te laten zien?
Als ze de trein instappen, Heer, geef mij de kans om te getuigen. Als ze de bus instappen, dat hebben ze mij letterlijk zo verteld, hè? Heer, geef mij de kans om te getuigen. Als ze naar hun kantoor gaan, want ze werken natuurlijk ook gewoon. Als ze naar hun kantoor gaan, Heer, geef mij de kans om te getuigen. Dit is wat onze broers en zussen doen. En dit is wat ik van hen leer voor omgaan met een verwarrende tijd. En wij zitten ook in de verwarrende tijd. En echt, wij worden niet bedreigd. Ons leven wordt niet bedreigd. Maar het is wel verwarrend en het is lastig waar we mee te maken hebben. Maar hoe ga je daar als christen mee om? Nou, geen paniek. Geen paniek. Waarom niet? Jezus is Heer. Hij regeert. Niet de pandemie heeft het laatste woord. Niet de corona heeft het laatste woord. Jezus heeft het laatste woord. En daarom mag ik, net als mijn broers en zussen, leren. En ik wil het van hen leren en ik wil het van hen horen vandaag. Mag ik leren om te zeggen, Heer, zegen mijn regering. Vul Mark Rutte en zijn team. En al die mensen die aan de touwtjes trekken, vul ze met uw Heilige Geest. Of ze u nou kennen of niet, maar vul ze met uw Heilige Geest. En hoe kan ik het land zegenen? Hoe kan ik mijn omgeving zegenen? En Heer, alstublieft, als ik maandag weer aan het werk ga, als ik maandag weer naar school ga, geef mij de kans om te getuigen. Dat is wat ik leer van de vervolgde kerk. En dan dien ik God. En eer ik mijn naaste.